jeugdherinnering, vereniging, muziek, cultuur, voorwaarts. Wat gebeurde er allemaal in die jaren? Wat gebeurde er allemaal? Ik kreeg natuurlijk een eenzijdig beeld, hè. Gewoon joch in het dorp. En we praten natuurlijk nog over een volledig verzuild zwartskus. Een hervormd nest. Dus bij de eerste herinnering, dat ik wel gek op muziek was. Mijn vader kon een klein beetje een orgel spelen. Hij noemde zich nooit organist, maar hij begeleidde wel zondags in de kerken, vrij regelmatig. Hij was niet vast organist, maar ja, hij speelde wel orgel. En we hadden een harmonium thuis. Vond ik wel vreselijk, maar we zongen wel een boel bij elkaar. En we gingen dus ook wel, als er een uitvoering van muziek was, dat ik al vrij jong ook meeging. Mijn oom Gerrit-Jan, de schrijver van een groot en deftig dorp, van Kalmerschaten, door de vader van Lef, mijn vader, de tuin en de winkel en zo gekocht, die was een heel begnadigd organist. Dat was een hele grote. En mijn vader vertelde ook vaak over concerten, waar als hij naar toe geweest was en naartoe ging, ik herinner me, en dat is geen echte herinnering zo, maar dat vind ik weer in zijn verhalen terug, dat hij in Zwolle dan naar een concert van Albert Schweitzer toe gaat. En dat het zo belangrijk was om naar een concert toe te gaan. En ik moest ook al jong op orgeles. En ik heb jarenlang orgeles gehad. En daar heb ik, denk ik, geen één keer plezier van gehad. Meen je dat? En ik heb er jarenlang op gezeten. Met de boeken van Worp, ik kan ze nog zo uittekenen. Van Jan Mulder, de buurman. En toen ik een beetje in spullen kon, en dat ben echt de eerste bewuste muziekdingen van mij, dan nam Jan Mulder me mee naar orgelconcert van Feike Asma in de grote kerker van Venlo. De beroemde organist. Ja, ja, de beroemde Feike Asma. Ja. En naar Feike Asma in Venlo in de grote kerker. En naar Feike Asma in Hasselt in de grote kerken. En naar Feike Asma in de grote kerk in Zwolle. Als Jan Tulp naar een concert ging, dan was het Albert Goy ook mee. En dat heb ik jarenlang gedaan. Ja. En ook omdat Jan zegt, je moet mee hoor, want je moet een tellen. Want dan bleven we niet in de kerken zitten. Dan zaten we ook bij de organist en dan praten we met de organist. En, Albert, dit is moeilijk. Wil je wel hardop meetellen? En registreren. Dus al die dingen heb ik al heel jong gedaan. Ja. En heel lang gedaan. Ja. Is dat altijd de liefde van de hoeblijn? De orgelmuziek, de kerstmuziek? Ja, ja. En maar klassiek, maar de liefde, dat weet ik niet. Ik heb geen de liefde. Nee. En ik heb ook geen kennis. Maar bijvoorbeeld populaire muziek in die duinen dan? Ja, ook. Van alles. Maar we liepen natuurlijk nog niet met een draagbare radio. Nee. En we hadden maar een klein radiootje tussen. En in de allereerste jeugdjaren was het alleen maar draadomroep en geen zender. Maar wel allerlei soorten muziek. Ja. Ook voorwaarts. Marsmuziek was prachtig. Ja. Maar ja, ik heb eigenlijk alle muziek die zuiver was. Want zodra muziek vals is, en tegenwoordig is er weer zoveel muziek in de mode. Dat zit er net in dan, wij kijken met elkaar dan van, vind ik mooi, nee, waarom zingen, waarom gaan ze niet eerst stemmen, toonzoeken. Ja. Dat hebben we dus wel altijd gehad. Maar ik ging ook al jong naar andere concerten toe. En bij het opgroeien later ging ik, meester Bent, Henny Bent, gaf ook muziekles. En dat was ook eigenlijk mijn buurmeisje, daar trak ik ook vrij veel mee op. Daar ging ik ook al mee naar de concerten toe. Ja, ja, piano speelde ze. Piano speelde ze, ja. Nam ook wel mee, of nam me mee, we gingen ook wel samen naar concerten. Dan heb ik het echt al in de al wat oudere tijd. Hè. De, ja. Was waar je actief in de vereniging ook? Als klein kind ging je natuurlijk zondags naar de zondagsschoolen toe. Mm-hmm. En vanaf dat wij van de zondagsschool af waren, begin van de lagere scholen, iets later,
stond ik ook zelf voor de kleuters, voor de zondagsschoelen. Ja. En al heel jong vertelde ik verhalen voor de kleuterschoelen. Mm-hmm. Oh, kleuterschoelen, hè, maar met de kleuterschoelen. Voor de zondagsschoelen. Ja. En daar zat ik soms een hele zaterdag grote tekeningen te maken met figuurtjes, met vult, voor op het vultbord. Verhalen vertellen, dat heb ik jarenlang gedaan op de zondagsschoelen. Daar ben je dus al heel veel mee begonnen, met verhalen vertellen. Ja, en dan uit de jeugdclubs, hè. Dus zeg niet ik ben de jonge jeugdclub, en later CMV. Daar heb ik in het bestuur gezeten, ook al heel jong, heel lang. Ja. En later kwam ik in de jeugdraad van de kerk. Mm-hmm. En vanuit de jeugdraad in de kerk kwam ik in het bestuur van de ring van de hervormde kerk van de jeugdclubs. En organiseerde mee jeugdkerkdienst in Skeerwolde, in Giethoorn, Meulenwallen West. Ik ging ook heel graag met de jeugdclubs naar allerlei dingen toe. Ja. En toen was ik nog betrekkelijk jong. Ik ging met 14 jaar werken, stage lopen, maar eigenlijk ook werken. Bij mijn eerste stageadres in Heerde, ja. daar zei meneer De Groot, ik betaal u wel uiter, maar dat moet je niet in een andere stage lopen zijn. Want er werd ook echt meteen gepresteerd. Ja. Maar in Heerde, de Rijker Stil Vosberg, was alsnog een hele mooie uitzending van buitengewoon op televisie, denk ik. Maar ik ben met de jongensclub naar Heerde toe gegaan en hebben daar natuurlijk een kasteel bekeken. Werden we gewoon daar in huis ontvangen, want dat was een klant en dan vroeg ik, joh, met een club van allemaal jeugd, iets was dus mogen we wel een naam bij komen. Dus vandaar hadden we ook een boel contact. Ja. En was dat, waren dat nou jongelingsverenigingen? Ja, jongelingsverenigingen. En was dat jongens en meiden was gescheiden ook of niet? Of was dat... Ja, jongens en meisjes was ook gescheiden. Dat kwam later pas bij elkaar. Ja, okay. Bij de CMV wel eerst was dat allemaal echt gescheiden. Ja. Ja. Ja, en ik was met Anneke bij scouting. Mm-hmm. Jouw Anneke. Ja, dat ja. Nou weet ik nog, dat dan, want ik ben wel op West. Ja, ja. En toen was Anneke er ook bij mij. Henny van Bent, die is ook. Ja, die dus ook. Ja. Leidster ja. Baloe was dat ja. Volgens mij. Het was de titel van Akela. Ja, Akela. Mevrouw Buining. Nou, dat was wat bijzonders. Oh. Ja, ik vergeet nooit dat een keer naar een studiedag van de scouting ging. Is vast op een zaterdag geweest. Naar Dalfsen of Ommen, maar beginnen in ieder geval met de trein vanuit Zwolle. En alleen maar meiden, ik was de enige jongen die mee was. En ik wist seksueel nergens wat van. Nee. En die meiden aan het klets. En mevrouw Buining kon vertellen dat een man boos was, want ze was weer ongesteld en er ging wat niet goed. En ik had geen benul. Ik had geen benul. Ja, zo ging dat in die dagen natuurlijk. Altijd en hoe oud was ik? Ik denk dat ik 17 of 18, ja 17 was denk ik, maar ja. Ik wist nergens van jou. Nee, geen voorlichting had, dus nee. Maar dat was in die dagen eigenlijk nee. Ook niet zo. Nee. Maar je ging actief bij de padvinderij geweest? Ik was vaandrig. Oh, oké. Okay. Grote hoed op. Ja. Ik heb wel op een verbouwing met het huis waar Hilly achter op de Zomerdijken woonde. Ja, ja. Waar je in Hilbertse woont hebt. Ja. Door zo. Want ja. Ik weet u nog, Pierik, meneer Pierik. Ja, zeker. Nou, dat bloed mee op, ja. Ja. De Hopman. Ik heb die boekjes nog bewaard, met knopen en weet ik het allemaal. Ja, ja. Ja. Ja, mooi. Het was ook echt een hele mooie type. En later in Warnau de Wetering Allee, op de zomer die kant sluit, zo ja. Dat mooie boerderijtje daar waar de lijkkoets vroeger altijd stond, hè, daar, mm-hmm. Dat plekje, dat hebben we toen ook op een knaps geschouwd in. Ja. Ja, ik weet niet meer waar de lijkkoets stond. Zijn mooi plaatje op zoek. Maar dat is misschien wel helemaal goed om te vertellen, want toen ging die begrafenis naar die duim. Ik zie ook nog altijd zo'n zwarte koets. Ja, prachtig. Oh, wat een mooie koets. Ik weet niet waar die gebleven is. Het was zo'n mooie koets. Mm-hmm. En dan indrukwekkend het peertervuur met zo'n hele zwarte cape over met oortjes ja. in de stof van de doek. Dat was zo indrukwekkend. Ja, en al die begrafenissen liep bij ons voor het huis langs. Ja. Ja, daar ben ik foto's van ook. Ja. Iets anders, hè? Ploeg van licht en donker. Was dat ook in die duin? Ja, zeker. Vertel ja. Door eens wat over. Ja. Dat is bijna magisch, mysterieus. Dat, ja, ik zat dus ook provinciaal in het bestuur van de CMV. En die hadden de vakantiekampen op de Ernst Sillenhoeven. Die zaten landelijk leidende figuren vanuit Amsterdam, Ome Heijn.
die kwam hier vanuit Amsterdam ook alleen nog twee keer in het jaar naartoe om te vertellen. En wat een boeiende kerel was dat. Nou, er brak het angstzweet uit dat er ineens in een klein dorp in Overijssel een jeugdclub kwam die van alles zelf organiseerde, waar geen volwassenen bij waren. Dat was alleen maar jong volk. En dat waren hervormden en gereformeerden en ze gingen overal naartoe. Dat was de dood van, dat was het eind van de verzuiling. Ja. En we hadden de jeugdclubs in christelijk belang. En toen was dus, er waren mensen te zien. Er waren mensen bang voor. Bang voor? Ja, die waren er bang voor. Dat het soms, er was soms succes, maar we deden ook binnen de kerk van alles, maar zonder kerkmuren. Ja. Maar ook buiten de kerk, er gebeurde van alles. En die ploeg van licht en donker, wat was dat voor ploeg? Ja, van licht en donker. Wie heeft dat bedacht? Geen idee. Ik vermoed als Luc Moorman. Oké. Luc Moorman was een hele drijvende figuur. Hij had het niet makkelijk thuis. We hadden jeugdclubs in het gebouw van christelijke belang in de Marktstraat. Mm-hmm. Dat was een hele smalle gang, gewoon een oude woning met een paar kamers. En boven was een groot verenigingslokaal. Ja. En beneden was een heel piepklein keukentje. En daar heeft Luc Moorman tieden en woont. Ja. Die was gewoon uit huis vlug, denk ik. En, mm-hmm. En Luc die kon heel erg goed opschieten met Evert Schroten. En Evert was een hele grote trekker. Ja. Maar ze waren er een hele bende jongen en meiden die van alles aan durfden. Wat is er door het meest van bijgebleven? Het grappigste is mee bijgebleven dat wij in. We begonnen ook met hele grote muziekavonden in de Noordwesthoekhal. Ja. En wat waren met de trekker, Heu waren er achteraan, Verwee Apeldoorn, want er waren de klapstoeltjes gekookste. Met even 1000 klapstoeltjes op aan. Met de trekker? Met de trekker. We waren helemaal onderweg. Ja. Ik zou een vrije dag gehad hebben en. En even het ook op de boerderijen. Die ben allemaal op de slussen komen, die stoeltjes? Ja. Allemaal in de Noordwesthoekhal? En weer wegbrengen, ja. En wat was de muziek door dan? Van allerlei dingen. Herman van Keken. Ja. De Blue Diamonds. Die ben er ook al geweest? Die ben er ook al geweest, ja. Anneke Kreunlo. Willeke Alberti. Goochelaars. Het hele toenmalige Reutemeteut kwam naar Zwartsluis toe. Ja. Is door materiaal van Waterblem? Ik ben bang voor niet. Nog wat dan ook? Nee, ik ben bang voor niet. Niet? Nee. Want ik heb nooit weten dat die artiesten hier. Ja, daar heb ik mijn eerste grote versiering gemaakt. De bussen er allemaal uit en een groot podiumbouw. Waar we 10 aan het werk mochten. Dat komt van alles. Toen was je al bezig met versieren? Ja, zeker. Ja. Ja. En dan houdt het over bloemstukken of wat dan ook? Of, ja, een hele ramp met takken en allerlei grote dingen. Maar, ja. Hoe lang heeft dat bestaan, die ploeg van licht en donker? Ik vergeet die jaren weer. Ja, toch wel een behoorlijk aantal jaar. Er zijn nog wel mensen waarschijnlijk die speltjes sparen, want we hadden er van alles mee. Hè. Dus speltjes met PVLED, ploeg van licht en donker. Ja. Wij organiseren ook grote wandeltochten, maar gingen ook regelmatig wandelen. Organiseren door de hele sluis en de grote collectors, die acties voor Biafra, de honger. Als er wat moest gebeuren, vraag maar aan de ploeg van licht en donker, dan komt het wel voor elkaar. Evert Schrotendum, die was een belangrijke trekker. Ja, Evert was een hele belangrijke trekker. Maar die waren denk ik ook belangrijk voor zo'n. Ja, ik groeide wat anders, die loop overal mee. Ja. Met de koninginnenfeesten hadden we schitterende wagens. Nou, daar ben je ook foto's van de water. Ja, je kunt je voorstellen dat ik als boeienkoning alleen maar in een kort broekje. Ja, ja, die foto ken ik, ja. Heeft jij die foto's gemaakt? Ja, ja, kostelijk, man. Ja, dat is mooi. Je bent zo mooi. Mm-hmm. Over welke jaren neem je het dan? Is dat eind jaren 50, begin jaren 60? Ja. Dat half jaar, dik half jaar, nee, dik in de jaren 60 was dan. En toen hadden we zoveel dingen georganiseerd en toen hadden we al zulke apparatuur en wilden we nog beter apparatuur en toen heeft Luc en Evert, ik denk dat die het leidende waren ook binnen de financiën, dan waren de risico's te groot, we kappen ermee. Ja.
Maar ja, eigenlijk hetzelfde dat nou speelt. Die worden ouder en die hebben andere dingen en die worden drukker. En er is niet altijd weer een generatie die het overneemt. Nee. Iedere generatie heeft zijn eigen kwaliteit. Hoe was dat met de liefde, Albert? Wat kun je erover vertellen? Ik ben bij mij weten, herinneren, nooit op één meisje geweest. Nee. Ik had weinig vrouwenbloed. Mm-hmm. Maar ik heb nooit ook echt heel fanatiek vrienden had. Nee. Ik was toch wel altijd een eindselkamer. Je had nog geen boezemvriend? Nee, ik had wel waar ik heel goed mee opschoot. Ja. Ik ging dus met mijn 14e jaar naar de Leerde Tuimerschool in Zwolle. En daar trok ik erg veel op met Walter van Hasselt. Nou, dat is in de regio ook een hele bekende. De beroemde Walter. De beroemde Walter. Ja. Daar heb ik heel veel mee opgetrokken. Ja, dat Walter uit Hasselt wegtrok en wij stonden elkaar. Dat is echt een andere vrouw, een ander huisje. Het gaat met Walter steeds beter. Mm. Maar dat heb ik niet allemaal kunnen volgen. Pas toen Walter weer terugkwam hier, hadden we ook weer wat meer contact. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld nooit weer in Zeeland geweest. Ik heb nooit gevolgd. Nee. Maar ik heb dus jarenlang wel heel veel met Walter opgetrokken, ook hier in de regio. Ja. Maar ik was ook in die tijd van scouting al heel jong met natuurbescherming bezig. Ik was voor mijn gevoel al heel jong voorzitter van natuurbescherming. En daar organiseerden we ook fietstochten. We reden ergens naartoe in hongerwinter, voor de vogels hongerwinter. Brood halen bij scholen en allerlei dingen georganiseerd. Maar ook jarenlang in districtswerk. Maar ook vanaf eind jaren 60 met de gemeente in de Klins. Ik kreeg nog nachtmerries van Krachenwijk. Daar gaan we het een andere keer over hebben, want dat is een heel bijzonder verhaal. Dat is een heel bijzonder verhaal. Ik neem terug naar de, waar ik het over had, de liefde. De muziek. De vriendinnetjes, ja. De vrienden. Ja. Ian en Anneke, jullie wonen vlak bij elkaar. Wanneer ben je Anneke tegengekomen dan? Nou, ik sta op de foto bij de Blokfluitclub. Ja. In het nutsgebouw van Klompenmaker. Het was een heel bijzondere groep. Gewoon slussige kinderen, 10, 11, 12 jaar denk ik. Ouder vast niet. En hebben een paar jaar Blokfluitles gehad. Ja. Met hele leuke uitvoering. Dat werd goed gekleed. En decor. Dat was echt heel erg mooi. Daar zat Anneke op. Ja, ik wist wel wie Anneke was, maar ik kende haar echt niet. Ik werd 16 jaar. En toen zei mijn vader, de jongens willen allemaal een brommer. Die willen toch ook een brommer? Ik zei, nee, ik wil geen brommer. Ik wil een kano. En ik wil op tekenles bij Stien Hils in het Staphorst. Toen wilde mijn vader en mocht ik mee samen naar Stien Hils in West. En we tiet zitten praten. En ze zegt, ik had een vertekening mee in de eenmaal best bij mij. 'S Winters geef ik les in Zwolle. Blekersweggje. Op een zolder, daar was een heernuis. En daar heb ik dus les gehad. En in Hasselt hebben ze een mooie mahoniehouten kano voor mij gemaakt. En toen ik 16 was, ging ik bij de kanoclub in Zwolle. En er ging heel veel van mijn vrije tijd op met kanoën met de peddelaars in Zwolle. Dus in de zoveel tijd was er een weekend nog Giethoorn. Een weekend in de Warsgracht, een weekend de IJssel, IJsselkanaal, de IJssel, Gootganzendiep, Zwartsluis. En dan bleef ik achter in de sluis, maar ik moest wel voordat ik begon in mijn eentje eerst naar Zwolle kanoën toen ik 16 jaar was. En hele leuke herinneringen aan dat soort weekenden. Had je toen al verkering met Anneke? Nee, toen had ik nog niet verkering met Anneke. En toen, Anneke die was bevriend met Joke Roosma. Mm-hmm. Gerrit van Dorsten die wou ook wel kanoën en die zat in het groepje jongens waar we vrij veel mee rondliepen. En Gerrit van Dorsten heeft toen een kano gekocht, maar die had al heel snel de zin over en toen hebben Joke en Anneke die kano van Gerrit gekocht. Ja. En toen werd het een mooie Pinksterdag en net ervoor had ik Anneke ontmoet en toen heb ik gevraagd, joh, zouden we samen het tweede Pinksterdag eens nemen die kano? En het is dus op een mooie Pinksterdag begonnen. Een mooie Pinksterdag. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Prachtig. Dus, door is het geboren, zeg maar. Aanbergengracht op, Venemouten in. Een heel klein slootje.
Ik denk, ouwe, even deur trekken, met de krabbers weer, dan kun je daar vooruit. Maar in het midden kon Anneke niet meer. En ik kon niet meer. En we konden niet meer vooruit en niet meer achteruit. En het was heet en het waren allemaal muggen. En we konden niet meer varen en ik kon er nergens aan vooruit trekken. En het was moorden. En hoe komen we nou hieruit? En we hebben er heel erg lang gezeten zonder tijd hebben voor elkaar aan te kijken. Het was alleen maar, we komen hier nooit meer weg. We komen hier nooit meer weg. En toen hebben we dus wel weer het rustige water bereikt dan. Toen hebben we gezegd van, als dit kan, dan kan er ook veel meer. Dus dat was heel kort en heel snel en heel langdurig. Ja, ja, ja. Ik heb dus ook nooit een ander gehad. Nee, mooi. Ja, mooi verhaal. Het bevalt nog steeds heel goed. Ja, 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 dat is te zien aan jullie. Hartstikke mooi. De kerken speelde ook altijd een belangrijke rol? De kerken speelde een belangrijke rol. Al heel jong, hè, want mijn vader en vader moeten dat getiet om dingen samen te doen. U toch gewoon, bijna niet. De winkel was altijd druk en de kwekerij was erbij aan de Van de Meulenstraat. Mijn vader belde op zaterdag. Het is morgen mooi weer, had hij dan voor de radio gehoord. En dan belde hij dominee Ketten op in Giethoorn. Is goed dat we morgen bij Joeys op de koffie komen. Want dominee Ketten kwam al vaak bij ons als hij hier spreekt. En zo ben we als gezin naar kerkdienst in Verloorwest, in Bloksiegerwest, in Wannepervenenwest, in Nijenvenenwest, in Kolvenenwest. Ja. In Asseltewest, in Stapperstewest. Stappers, ja, Rauwvenenwest, Stappers niet. Maar ik begrijp wat hij eerder vertelde. Kerkmuren speelden bij jou eigenlijk geen rol op jullie? Nee, nee. Want jullie waren ook al snel bezig met de Club van Licht en Donker of de Veur, met mensen uit allerlei... Uit allerlei kring. We waren net getrouwd, we hadden Mirjam. En toen kwam ik ook al in de kerkraad als jeugdouderling en toen ging ik ook met de kattegezanten. Toen begon de Rooms-Katholieke Kerk net met de zaterdagmis. En dan gingen we naar Zwolle, naar de Michelskerk. Naar zijn jeugdmis. En dan was kattegezant na die tijd een gesprek met de pastoor. Ja. En zo ontmoette ik een pastoor die heel goed amateur goochelaar was. En toen organiseerden we als hervormde jeugdraad voor de eerste keer samen met de gereformeerde jeugdraad een startdag in september. Nou, weet u nog iets leuks om te doen? Ja, ik ken een hele goede goochelaar. Is die duur? Nou, mijn vrouw, is niet duur. Nou, een goochelmiddag organiseert in vrede. Oh, en de heel vrede zat vol met jeugdman. En dat was zo leuk. Ja. Ja, toen had je natuurlijk ook nog een hele grote hervormde jeugdclub, hele grote, van de gereformeerde kerk. En dan op zo'n zaterdagmiddag al de jeugden bij elkaar met spelletjes, maar ook met een goochelvoorstelling. En op een gegeven moment merk ik dat er een aantal heren achter mij staan. En dan start daar de gereformeerde kerkenraad een delegatie. Ik voel hem al. Albert, wat is dit mooi zeg, wat een succes. Ja, dat is prachtig. Wat een succes. Is dat zijn beroep? Nee, hij is amateur. Wat doet hij dan? Hij is pastoor in Wieten. Pastoor? Dan heeft hij zijn hele leven al gegoocheld. Ja, dat komt dus wel. Dat komt dus wel. Geen probleem. Ja, dat komt dus wel. Nee, nee, ja, mooi. Mooi is dat. Maar met muziek, we hebben nooit lid van het Nuttewest, maar we hadden wel goede contacten. En ik werd wel uitgenodigd. Anneke ben we samen naar die saxofonenwest van het Concertgebouworkest. Ja. Ja, hè? Ja, maar ik was lid. Ja. Ja, jij was lid door meneer Huisman, door de familievrienden. Mm-hmm. Ja. En de vereniging heeft het nut, die gaf u schitterende concerten. De top van Nederland kwam hier spelen. Ja, ja, ja. Ja. Dat is allemaal verwaterd, joh. En de vereniging van Nut, dat is het Nutgebouw ook? Daar was het Nutgebouw. Van Nutgebouw. Ja, die waren hier ook het eerste met de school begonnen. Die hadden een eigen bibliotheek. Ja. En het Nut was dus niet religieus gebonden. Mm-hmm. Maar de topfiguren waren wel eigenlijk allemaal uit vereniging. Ja. Nut tot algemeen. Ja. Maar uit de doopgezinde kerk. Hmm. Veel doopgezinde figuren waren leidend binnen het Nut. Dat was dus een bloeiende omgeving. Ja, dat is een hele bloeiende culturele groepen best. Ja. Met theatervoorstellingen, met muziekvoorstellingen, met poëzie.
Die hebben ontzettend veel georganiseerd. Hadden een goede kas. De Buusmanbank die was helemaal verruineerd. Die stond heel lang al in het gras onder de kastanjeboom achter de hervormde kerk op dat grasveld. Ja. En de kas van het nut is opgedoekt door die bank te restaureren. Ja, ja. Maar die mocht wel gerestaureerd worden met zijn hoge leuning, maar er waren net de eerste huisjes klaar, Synagogestraat. Mm-hmm. En die bewoners wilden daar die bank niet hebben. Ja. Want dan keken ze de hele zaterhand en soms op de groepjes jeugd die er zaten te klooien met dingen die niet mochten. En dan moesten ze een politieagent spullen. En toen is die bank dus op dat treintje bij Firezone neergezet, jammer genoeg. Televisie, waren jullie door al voorbij? Nee. Want er is dan bij u gekomen, tv. Of had je er nooit zo voor de belangstelling voor gehad? Nee, ik heb televisie gekeken nog bij Jan de Goede in de etalage. Ja. En ik kan me niet heugen dat ik bij iemand tussen naar de televisie gekeken heb. Weet je, Anneke, wanneer we televisie hadden? Jullie? Ja? Waren we allemaal getrouwd? Ja. Ja, ja. En boeken en zo, natuurboeken denk ik, flora's. Ja, flora's. Ja, ja, mijn vader had veel boeken, veel dingen. En dat heb ik ook echt wel overgenomen. Mm-hmm. Van alles en nog wat lezen. Heel veel natuur. Ja. Jacques Thijssen, Heijmans. Ja. Maar ook boeken met regionale geschiedenis las ik al vrij jong en kocht ik al vrij jong. En op lege scholen, die grote platen en zo. Ja, dat was schitterend. Heel uitbundig. Ja. Want die werd altijd gekocht, die platen. Ja. Het is ook verzameld. Was dat van Thijssen of van wie was dat eigenlijk? Nee, verschillende mensen. Van Koekoek. Ja. Die heeft een boerendoor. En stom hè. Van Voerman junior. Voerman van de IJsselschilder? Ja, de IJsselschilder, ja. Ja, die heeft er ook een hele reeks gemaakt. Ik ben altijd vreselijk slecht geweest in het onthouden van namen. Ja, ja. Maar je hebt het beeld van die plaat nog wel veranderd. Jazeker. Ja. Een van de laatste tentoonstellingen in Museum Schoonewel op de Zomerdijk. Mm-hmm. Dat was van grote schoolplaat. Ja. En we hadden al een hele mooie collectie. Toen kwam de vraag van wie, of een ander, dat weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Ben je nog niemand die tentoonstelling kan openen? En toen zei er iemand, een van die interim directeuren op de Wijngaard, die verzamelt ook schoolplaten. En ik naar de schoenen toe, van ja, we zijn bezig met een tentoonstelling over schoolplaten. Je hebt er ook interesse in? Ja, zegt hij, ik heb er zoveel. Hoe dat zo? Nou, we zoeken iemand die een verhaaltje kan houden over een paar weken, zaterdagmorgen, bij de opening van de tentoon. Oh ja, dat vind ik leuk om te doen. En hebben jullie die plaat wel? En hebben jullie die plaat wel? Dus we kregen nog een paar hele mooie platen van hem, ook om te gebruiken. En op die morgen zit beneden het museum vol en er is goed pers. En hij begint te vertellen. En hij begint, ik ben gevraagd door Westerbork Museum, de oorlog, een lesstof te maken voor kinderen over de oorlogstijd. En ik ben op zoek naar tastbare dingen, want kinderen die kunnen wel dingen onthouden, maar dan moeten ze ook wat te zien hebben. In die week had ik net een telefoon gehad van Guus van der Meulen, van de synagoge, vroeger als werkplaats. En Guus zegt, ik word oud, maar ik heb altijd de sleutel van de synagoge nog. Die kom ik van de week wel even brengen. En die man die vertelt dat, ik heb handzame dingen nodig en ik kan niet lopen om zo door je toespraak in te brengen. Ik heb van de week de sleutel van de synagoge nog gekregen. Dus de tentoonstelling is open, we lopen rond en er komen glaasjes wijn en fris rond. En ik kreeg een tikken op de schouder van een journalist van de Meppele Kranten. Kan ik van de week eens bij u langskomen? Want die weten me meer over de Joodse geschiedenis en over de synagoge. Ja, nou. Hij komt die week en we zitten daarover te kletsen. De Meppele Kranten komt uit en het verhaal dat begint. Ik sprak Albert Greveling bij een opening over schoolplaten. Ik vertel wat over Joodse historie bij de opening. En schoolplaten over de link met onderwijs naar kinderen toe. En dan staat er zo een regeltje in. En zaterdag is hij jarig.
Dus dan kreeg ik mijn verjaardag mensen uit Drenthe, Albert nog gefeliciteerd. Ze lopen dingen heel gek. Maar ook dat was jeugd, maar dat liep nog lang door, want dit was nog in de laatste periode van Schonewel op de zomer. We hebben weer een half uur opzitten. Dat gaat dat toch hard, hè? Dat gaat snel, hè? We gaan de volgende keer weer verder. Ja. Ik vind het prachtige verhalen. Ik ben blij dat je het allemaal vertelt en dat het bewaard blijft ook. Ja, ik kreeg het al een tijd, want dit soort dingen heb een ander ook meegemaakt. Je hebt ook verkeerde nachten. Ja. Dankjewel.